In deze reeks van DIY on Wheels krijgt een Austin Cooper S uit 1964 een body of restauratie. In de vorige aflevering werd het motorblok volledig afgewerkt en nu begint Karel aan de ophanging. Well, de motor is afgewerkt, versnellingsbak is gereviseerd, alles is geassembleerd. Nu gaan we verder gaan tot de afwerking van de wagen. Dus eerst gaan we het achterchassis monteren en nu gaan we overgaan tot de revisie van de achteras. Ja. Hier zit er een lager in en daar een koperen bus. Ja. Dat gaan we nu uithalen en vervangen eigenlijk. De Mini is daar zeer gevoelig aan, want het is ook met een smeernippel. Ja. Als dat vergeet te smeren, loopt dat vast, begint dat in te lopen. Verslijt die bus, gaat dat rollement kapot en dan is er speling gekomen op de achteras. Maar om dat te vermijden, gaan we voor de eerste keer nieuwe steken. Karel zet de achteras vast in de bankschroef met wat papier ertussen. Zo beschadigt hij de nieuwe poederlak niet. Met een lagertrekker kan hij nu makkelijk de oude bus verwijderen. Nu de lager. Nu het lager en de koperen bus verwijderd zijn, kan Karel de nieuwe koperen bus plaatsen. Hij tikt deze er voorzichtig in en neemt hem dan mee naar de pers om ze er mooi recht in te persen. Er zit nu een nieuwe bus in. Ja. Nu is die bus van erin te pressen in de binnenkant gekromd natuurlijk. Hè. Nu gaat die nassen daar niet meer door. Dit. Daarom gaan we dat ruim, dat is mijn toestel, dat we kunnen afstellen totdat de juiste diameter is, totdat de as daar juist perfect in gaat. Ja. We gaan dat doen voordat we de lager insteken, omdat je er eigenlijk door moet. En het geruis van het koper kan dan niet in de lager vallen. Hè. Ja. Want er moet daar ook nog, voordat we de lager in stoppen, de plastic in bus in. Want als je hier de smeernippel, als je dat smeert, komt het vet hieruit. En om het op zijn plaats te houden, zit er daar een plastic in bus in. Dat er niet volledig in de arm zou kunnen opvullen met mijn vet, dat een beetje op zijn plaats blijft, dat die altijd gesmeerd blijft. Daarvoor gaan we eerst die bus ruimen, zodat de nas er perfect in gaat. De ruimer haalt telkens een klein beetje materiaal weg uit de binnenkant van de koperen bus. Zoals je ziet valt er inderdaad heel wat gruis door. Het ruimen moet altijd in kleine stappen gebeuren. Na drie keer ruimen past de achteras perfect in. Nu gaan we alles uitblazen en de lager monteren aan de andere kant. Dat gaat volgens dezelfde werkwijze als bij de koperen bus. Karel klopt deze eerst een stukje in en perst ze daarna helemaal op zijn plaats met de pers. Nog een controle nu. Ja. Niets van speling op. Die is in orde. Bij de tweede achteras herhaalt Karel alle stappen nog eens opnieuw.
Daarna legt hij alles klaar voor de revisie van de voorste draagarmen. Nu gaan we de voorste draagarmen doen. In principe hetzelfde systeem. Uitzondering dat de as iets kleiner is. En links en rechts een lager heeft. En geen bus. De oude lagers moeten er dus eerst uit. Deze gaan we nu ook op dezelfde manier verwijderen. Dan klopt Karel de nieuwe erin en perst hij deze met de pers in de opening. Voilà. Er komt een speciale vloot op met een rubber. Om het vet op zijn plaats te houden. Voilà. Die zijn klaar. We gaan nu verder met de afwerking van de achterste draagarm, want dat zit in het achterchassis. Daarjuist hebben we de as gestoken van de draagarm. Nu gaan we de rest afwerken. De plaat waar het tramsysteem in zit, de lager, het handremmechaniek, alles er rond. Hè, dat die volledig afgewerkt is om dan in de mini te steken. We gaan eerst de plaat monteren. Die wordt met enkele bouten gemonteerd. Niet vergeten, de handremhouder. Deze moet je met dezelfde bouten mee opspannen. Je moet opspannen op het moment. Je moet ook de handrem waar de kabel in loopt, de mechaniek monteren. Het is niet wel mooi los, maar er een beetje vet aan doen. Dat is hier de regeling van de remmen. Dat is gewoon een konisch systeem. Hoe meer je indraait, hoe verder dan die klavetjes uit elkaar gaan. En hoe meer dat je rem opspant. Dus je duwt hoe meer op wat dat straks in het systeem. En daar is het ook best een beetje kopervet aan doen. Kopervet kan tegen hogere temperatuur eigenlijk. Vooral het remsysteem, dat kan redelijk warm komen. Dan draaien we terug tot op het einde. Straks de klavetjes monteren. Gewoon eerst de rempomp monteren. Dat is eigenlijk de ontluchter. Hier komt de rembloes toe door de leiding. En eigenlijk ontluchten met open te zetten. En iemand die duwt, komt er lucht en olie uit. Wanneer uiteindelijk geen lucht meer uitkomt, gewoon sluiten. En het systeem weer ontlucht eigenlijk. Er is altijd een nieuw jointje bij. Nu de clips monteren. De clip zet de rempomp vast in de remplaat. Voilà. Dan de ontluchter erin. Hier komt de remleiding op. Die gaan we de remmen monteren. Ja. Dat is de handremmechaniek. Ja. Wat we nu eerst gaan doen ook met de rem, we gaan die hoeken breken. Waarom doen we dat?
dan is die eigenlijk minder brutaal bij het kort rem. Dus te hard en grijpt te vlug in. Als die hoek een beetje breken, gaat dat geleden rukken. Dat doet Karel uiteraard met alle remschoenen, telkens aan beide kanten. Ook de remmen lichtjes van kopervet voorzien. En nu altijd hier ook een beetje. Hier ook. Dat is omdat de zijkant wat tegenwrijft. En soms kan daar een apart piepend geluid geven. Ik ga altijd nieuwe veren gebruiken. Hier kun je ook MS'en in die veer. Je kunt ze zo monteren. Je kunt ze ook zo monteren. Gaat perfect. Maar hier gaat het in laarhuis wrijven. En zo niet. En nu is het even wat zoeken en wringen om de remschoenen op de correcte manier op de remplaat te krijgen. Voilà. Alles zit op zijn plaats. Hier kun je nu zien hoe je de remmen regelt. Hoe meer dat je indraait, hoe verder dat de remmen uit elkaar staan. Hè. Eigenlijk moet dat spannen totdat een tamboer vast zit en dan één toerke weer keren. Maar als dat niet goed afgestaat is, kun je een hele verre rem hebben. Want de eerste keer dat je doet, die pomp moet open gaan en je moet heel die rem open doen tegen dat hij tegen de tamboer zit. En dan remt hij eigenlijk nog niet. Dan ben je een heel verre rem. Als je dat kort zet, is die veel kortere rem. Is die direct tegen de tamboer. Altijd belangrijk om je rem goed te regelen. Kijk, dat is de handremmechaniek. Ziet, en de handrem trekt, zet het erop vast. Nu gaan we eerst de lagers monteren en de achterste wiel af. Zo op dezelfde manier weer erin pressen. Eerst wordt de lagerschaler ingeperst. Daarna wordt het lager zelf rijkelijk voorzien van lagervet en in de wielnaaf geplaatst. Eenmaal klaar wordt de wielnaaf gemonteerd. Voilà. Vloot erop. En nu de kasteelmoer. Waarom noemen ze dat een kasteelmoer? Dat die precies een torentje is van een kasteel. Het is nodig om de splitband door te gaan. Er zit hier ook een gat in. Dus moet je nu opspannen op 80 newton. En dan een beetje verder draaien totdat je de eerste splitband had. Tegenkomt en zo monteren. Dus zo zit dat dan ook geborgd. Ja. En nu dus nog iets verder aanspannen tot de splitpen er door kan. De ene kant van de pen wordt overgeplooid, de rest wordt afgeknipt. Hallo. En daarbovenop komt nog een afdichting. Hallo. Het is nu bijna afgewerkt. Dat is hier de originele leiding. Hier gemonteerd is. Dat gaan we sowieso vervangen in alle leidingen met nieuw. Neem daar geen risico in. Eigenlijk is ze nog goed. Ze zou eventueel nog kunnen hergebruikt worden. We gaan dat sowieso vervangen door nieuwe koperen leidingen. Daarom gaan we ook twee nieuwe koontjes gebruiken. Een nieuw stuk leiding. Hoe pakken we de maat van zo'n leiding? Het is gewoon eenvoudig met een stukje draad die we er langs houden. Een klein beetje verder gaan, of het kopje, want dat moet samengeprest worden. En dat loopt zo volledig af. Ook een heel klein beetje verder. Voilà. Dan nemen we een stukje draad. En dan doen we juist hetzelfde om de leiding.
Dus eigenlijk dezelfde leden, dezelfde afstand. Karel haalt er een toestel bij die de uiteindes in de juiste vorm zal persen. Zo is er een correcte aansluiting op de andere remleidingen. Dit is nu de perfecte zaalte lengte. Dan moet je de leiding op de juiste maat plooien eigenlijk. Gewoon ook eerst het gatje een beetje ruim. Dan moet je altijd goed kijken ook welk type kopje dat heeft. Ik les hier een bol kopje. Normaal moet dat een hoekkopje zijn. Dat is ook een bol dat ze geforceerd zijn. Het is al verkeerd geweest. Daarin moet ik altijd kijken, want dat zijn verschillende hoekjes. Kijk, het een is bol en het ander niet. En hier die kopjes zien. Dan moet ik de leiding en toestelje steken. Het eerste kopje erin. En zo zie je dat deze perfect aansluit. Nu de andere kant van hetzelfde, maar de andere hoek. En nu gaan plooien. Het zachte koper laat zich makkelijk plooien. Vermijd wel om veel te corrigeren, want zo kan je het koper verzwakken of zelfs doen breken. Nu de leiding klaar is, kan deze gemonteerd worden. Voilà. Eenmaal gemonteerd is deze achterste draagarm volledig klaar. Karel zal de tweede op dezelfde manier reviseren. In de volgende aflevering gaat hij verder met het opbouwen van de ophanging.